Onder het thema de plaats van de ouderen in de Surinaamse samenleving heeft de Bond Belangenbehartiging van Gepensioneerden uit Overheidsdienst, BBGO, vandaag een seminar gehouden. De activiteit was in het kader van het 35-jarig bestaan van de organisatie. De Bond heeft zich tijdens het seminar gebogen over verschillende vraagstukken die de seniorenburgers in het land treffen. Met name de gezondheidszorg en veiligheid zijn aan de orde gekomen. De leden van de Bond zijn niet tevreden over de situatie waarin ze nu verkeren. Ze hebben daarom aandacht gevraagd van de regering en verzocht dat er spoedig verandering komt in hun leefomstandigheden. BBGO-voorzitter Renate Wouden zegt dat er bewust is gekozen voor een seminar. Dit is in haar optiek beter dan feesten. En feesten kan je elke dag, feesten kan je altijd, maar wat hou je ervan over? Toch? Van dit seminar zullen we zeker een aantal voordelen overhouden. En dat is de bedoeling van BBGO, dat is dan ook ons geschenk aan alle senioren van Suriname. Kunt u misschien uitleggen? Ja, kijk, ja, er zijn problemen. Hè? Wij worden dagelijks mee geconfronteerd. En vandaag zullen dan de mensen de gelegenheid hebben om te discussiëren over die problemen. En ook dus met oplossingsmodellen aan te dragen. Een van de dingen is onze gezondheidszorg. Ja? Er wordt vaak geklaagd. Het tekort aan medicijnen, het betalen van medicijnen en noem maar op. Maar hoe kan dat worden opgelost? De minister van Sociale Zaken, André Misikaba, heeft het seminar ook bijgewoond. Hij heeft de gepensioneerden beloofd dat hij zich zal inzetten voor de groep. Die belofte is niet door iedereen warm ontvangen. We hebben nog een lange weg te gaan. Zolang ouderen die hun bijdrage hebben geleverd. En we zeggen dit als een cliché. Ik weet niet als we inderdaad beseffen wat we zeggen. Dat de mensen hun bijdrage hebben geleverd. En zolang zij nog pressiegroepen moeten maken om dingen gedaan te krijgen, zijn we er nog niet. In mijn visie en als departement waaronder het seniorenbeleid valt, moeten onze ouderen een zorgeloze ouderdag hebben. Ik hou van mooie woorden, maar ik hou meer van mooie daden. Je kan me niet met een belofte weer het bos insturen en dan meer wachten totdat de tijd van afscheid nemen van zij rusten in vrede. Daar heb ik er weer niet van genoten. Mooie woorden, maar mooie daden zijn prettiger en beter voor ons. Dus als zij bijvoorbeeld gezegd had, ik ga nu terug naar mijn plek en ik ga een brief schrijven, de AOV moet opgetrokken worden, dan had hij een staande ovatie gehad van me. Een lid van de BBGO en daarvoor minister André Misikaba van Sociale Zaken. We spraken hen vandaag tijdens het seminar van de BBGO. De activiteit is gehouden in het Lalaroek-gebouw.